De overheid heeft zich niet gehouden aan de gemaakte afspraken, daarom zijn we nog steeds in actie. Dit zegt bondsvoorzitter van het Slans Hospitaal, Marwina Ziekenhuis en het Diakonissenhuis Imro Edam aan onze redactie. Tot op heden hebben de medewerkers nog geen overbruggingstoelage voor de maand november ontvangen en verlangen ze tevens de uitbetaling van de 4.200 SRD die door de regering is toegekend aan ambtenaren voor de maand december. Edam zegt dat op basis van het eerder genoemde de bonden hebben besloten in actie te blijven. Dit houdt in dat de afdelingen die dispensatie hebben gehad hun werk normaal voortzetten en het overig personeel gewoon thuis blijft. Nou, tot nu toe is het niet veranderd omdat we nog geen bericht hebben mogen ontvangen. Of men intussen de gelden al gestort heeft. Men is niet in actie omdat men in actie wenst te gaan. Men is in actie omdat de overheid bij deze zich niet gehouden heeft aan gemaakte afspraken. De bondsvoorzitter maakt duidelijk dat het personeel in actie zal blijven totdat de financiële middelen daadwerkelijk zichtbaar zijn op hun bankrekeningen.